Hallo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering. Dit is aflevering 126 van Disneycraft. Echt bizar. En we zijn hier vandaag met Robin. Hallo. Hallo, en met Irma. Hallo. Ja, natuurlijk is Schap er ook weer bij. Natuurlijk is Schap erbij. Wanneer is Schap Floor er niet? En we zijn hier bezig met het Frozen gebied. En natuurlijk Liv Bornik, die zit er ook tegenwoordig heel vaak te kijken bij ons. En hier zijn we bezig om het Sprookjesbos uit te breiden. En vooral het Frozen wordt iets groter gemaakt. Ik vind Frozen is een hele grote film geworden eigenlijk. Was het eigenlijk altijd al. En nu hebben we zoiets van, het mag wel wat groter worden. Let it go, hè? en we hebben de schaatsbaan iets vergroot hier. Hier kan je schaatsen. Je ziet de schaatsen op het gebouw. Dus dan weet je dat je daar kan schaatsen. En hier is nu uitgebreid tot dat je naar buiten kan. En we gaan dadelijk bouwen. En over een paar minuutjes gaan we naar de Spantoe om te kijken of er wat mensen zijn met leuke kerstkins. Want dat is ook belangrijk. Want het wordt inmiddels heel erg kerst bij ons. En Anna is er ook al. Die heeft ook een leuk kerstpakje. Irma heeft al een kerstpakje. Robin ook al. Eigenlijk de meesten hebben een kerstpak. Maar Liftboy Nick bleef natuurlijk nog even hangen in de Sinterklaas-stijl. Hè? Hoi Pieter. Hey. Hallo Pieter. Oh, hallo. Pieter is er ook bij. Gezellig, de beer. En waar is jouw kerstkin? Ik heb hem aan. Echt? Oh. Ja. Oh, is mooi, dat, hè? Ook dacht jouw hoofd was erop afgebeeld. Oh. Nee, dit is Pieter's oude lullenkerstkin. Oh, echt? Dat is oude lullenkerstkin. Ja, zo aan een haardvuur zitten. Ik vind die Kevin ook een hele leuke kerstkin. Ja, ja. Ja, die bleef bij Halloween hangen. En dan zegt van, nou, ik ben gewoon veel knapper nu. Ik ga gewoon voortaan als Halloween. Nou, Irma heeft een hernia weer. Dankjewel. En Irma gaat hier wat maken. Nou, ik ben benieuwd, Irma. We gaan met z'n allen toekijken hoe Irma wat gaat maken. Nou. Dan lukt het wel sowieso niet meer. We zijn helemaal benieuwd. Ik wacht in spanning af. Iedereen zo te zien. Sorry mensen, ik zet Irma iets zachter. Zo, je kunt hier iets starten. Nee, maar ja, oké. Wauw, nou, ik vind het knap. Jullie gaan zo kijken wat ze gaan bouwen. En hier is dus het Frozen gebied. Het is niet veel bijzonders. Nou, het is wel bijzonder, want anders zou ik het niet bouwen. En dit is leuk dat je wat grote laagje hebt. Als je bijvoorbeeld Kevin ziet verschaatsen, dat ik hem dan vanaf de onderste laag zie ik hem dan daar. En om daar te komen, dus nogmaals, ga je door het schaatsgebouw heen. Ja. Ja. Zo. En eens even kijken. We gaan eens kijken wat wij hier verder hebben. Want dit is een uitbreiding van de... Eerste rang. Hallo? Ja, ik zie het al, eerste rang. En ja, dit wordt een nieuwe attractie. En ik mag me hier niet mee bemoeien. Waarom niet? Omdat dit Robi's project wordt. Maar ik heb de Robi gezegd, ik maak de basis gewoon even voor je. Ik heb de layout gedaan voor er en het gebouw neergezet. Het wordt gegrensd aan Wally. En zoals je ziet is Toontown staat er ook weer aan vast. Want Toontown is een soort van afgebouwd. Nog niet helemaal, maar wel voor een groot gedeelte. En dan een nieuwe traincars attractie komt er weer aan. En dat is ook een dark ride en je bent ook buiten. Dus dat is een beetje een allebei. Dus dat is wel heel gaaf. Nou, dit is natuurlijk echt een te lelijke ingang. Maar dit wordt niet uiteindelijk de ingang hoor. Maar dit is gewoon een schets. En dat doe ik met de lelijkste blokken van het spel zelf. Nee, het ziet er niet uit, maar dat komt vanzelf nog wel. Helemaal mooi. Ja, ik vind het helemaal mooi. Nou, en hier... En dit is dus, even kijken. Het pad moet ik hier een beetje netjes maken. En Kevin, jij had ook nog iets gemaakt. En misschien leuk om dat ook even in de video te laten zien. Want het gaat namelijk om Downtown, om Duckstad. Het heette vroeger Downtown, daarom herhaal ik het expres. Maar Duckstad heeft Kevin wat aan gemaakt. En Kevin, kunnen wij er naartoe gaan, Kevin? Is dat goed? Ja hoor. Oké, nou, als jij er naartoe gaat, dan ga ik dan gebruik ik mijn magische woorden en dan spring ik zo naar de omgeving toe. Oké, ja, ik zeg Alakajam! En waarschijnlijk is Kevin nu totaal weggetoverd. Ik zei het heeft gewerkt. En ik wacht vol met spanning. En Kevin geeft een teken wanneer ik naar hem toe kan toveren. En dan kunnen jullie zien wat er is gebouwd door Kevin in het downtown gebied. Ik zet hier wat... Ja, misschien kunnen we wat lage sneeuwblokjes maken. Even kijken, dit even netjes afmaken. Ik pak even wat sneeuw en dat leg ik hier op de grond. Om een beetje in die stemming te komen, hè. Zo. En dan ga ik er nog een keer langs, zodat er een tweede laagje komt, dat het wat groter wordt, zo.
Zo, en dan gaan we nog een keer een rondje zo. En Kevin, lukt het al? Kan ik dadelijk al toveren naar je? Ja. Ja, is dat mogelijk? Dat ik niet eens in een lava rivier beland of zo? Nee hoor. Oké. Okay. Dus jij je zegt kunt, van... Jij zegt... Oké. Dan gaan we gaan het gewoon doen. Why? En we zijn hier ineens... Bios, we zijn ineens aangekomen. En jullie denken van, wat de hel is dit nou weer? Dit is allemaal vernieuwd. En het is gewoon een complete bioscoop. Ik weet niet, waar mag ik inkijken, Kevin? Want het is nog niet de gevangenis. Maar dat gevangenis, politie, bureau, dat komt dadelijk wel. We gaan eens kijken in de bioscoop. Want dit hebben jullie nog nooit gezien. Ik zelfs ook nog niet, dus ik ben heel benieuwd. Nou, ik zou zeggen, ga maar zitten. Nou ja, ik moet eerst weten welke film er speelt. Want ik ga niet zomaar naar een zaal toe, Kevin. Dat ga ik niet doen. Dan ga ik even naar de tuinlobby. Het is de aflevering van de Donaldbaan. Oké, dat is een leuke, dat is een leuke film. Hoe lang duurt die? Want ik heb niet te veel tijd hoor. Een minuutje of 5. 5. Oh, Pieter, jij zegt 10. Heb je hem eerder gezien? Dat ruimt. Ja, maar de reclame meegerekend, hè? Ja, dan is het inderdaad de reclame. Okay. Kevin, ik kom naartoe. Oh, dit is een klein krap zaaltje. Dat is wel gezellig. Waar mag ik zitten? Maakt niet uit. Oké, nou dan ga ik op een stoel zitten. Is dat goed? Ja, is goed. Oké, nou ik zit en... Weg, Robin. Ik ben benieuwd. Oeh. Creepy. Oh ja. Ja. Ja, en dat was het. Prachtig. Ja. Nou, ik vond deze film zeker de moeite waard. Ik zeg, ik wil snel weer een keer kijken, want dit was toch wel jammer dat het licht uit was en dat we zwart beeld hadden. Maar vond ik in jullie, dat gaat worden gerepareerd geloof ik, hè? Ja. Ja, okay. Ja. En zaal 2, dat is een hele kleine zaal. Dit is een hele kleine zaal. Ja, het zijn hele kleine zaaltjes, ja. Ja, maar dat maakt het wel knus en gezellig, mm-hmm. Want je weet nooit welke film er draait. Nee. Dat is van Vertical Video Syndrome. Ja. Ik geloof dat zaal 1 wel de grootste is, hè? Ja, zaal 1 is de grootste. Wat leuke posters hierboven, joh. Ja. Leuk hoor. Ja, dat zijn wel echt de grote biggie posters. Heb je de tuinlobby. De tuinlobby. Oh, daar kom je even tot rust. En als je moet plassen, ga vooral niet hier naar binnen. Want dan... Ja, dan, dat is helemaal niet de bedoeling. Kijk, ja, en je ziet al, hè. Buiten, ze zijn al bezig met strooien. Oh ja, inderdaad. En ze hebben de weg zijn ze al flink aan het nou netjes. Ja, het wordt echt een beetje... Mag ik hier naartoe, Kevin? Of... Ja hoor. Oké, ik ben benieuwd, want ik weet niet waar we nu naartoe gaan. Ik ben heel erg een beetje spannend. 2 omhoog. Dit. Oh, je kan nog een balkonnetje? Ja. Niet echt ingericht, maar daar gaan we nog wel binnenkort naartoe. Hey. Oh, dit zijn systemen worden daar gehouden? Ja, daar kom ik niet hoor, want dat ik heb niet licht, zo verstand dat van... Is, dat is voor het licht. Technieken ben ik niet zo goed in hoor. Dan ben ik altijd bang dat het kapot gaat of iets. We zijn nu... Oh, wat grappig. Zo, en dit is een... Oh, wat leuk. Een restaurant. Oh, leuk. Leuk gethematiseerd ook. Verschillende scenario's. Oh, leuk. Watervalletjes en zo. Oh, en een kassa. En daar staat nog niemand achter de baan. Die laten we laten we iemand even neerzetten. Ja. Want wie is daar geschikt voor? De cashier of de medewerker? Heb je liever een man of een vrouw daar achter de balie? Een vrouw. Ja, een man of een vrouw. Nu wordt het moeilijk. Wat doen we? Er zijn 2 kassa's, een man en een vrouw. Ja. Kan. Nou, alleen de vrouw. Want het moet niet te druk worden. Want... Ja, het is nog net open en wat gaat Kevin neerzetten? We zijn helemaal benieuwd. En daarna gaan we de gevangenis zien, toch Kevin? Ja. Ik ben heel benieuwd. Kevin, wat ben je aan het schrijven? Mogen wij dat weten of is het een verrassing voor de mensen die in de server komen? Kevin, alsjeblieft Kevin. Het zijn trans met het bordje. Mag ik kijken of moeten mensen dat zelf zien? Moeten ze zelf zien. Oké, dan gaan we niet zien wat Kevin heeft neergeplaatst. Dat kunnen jullie dus in de bioscoop zien. Zo, ik neem even een shortcut. Hoppa! Zo kom je makkelijk. Oh, en het hoofd van Robben ligt hier. We hebben toch niks geks gedaan hier, hè? Nee. Oké, ik haal hem weg. Niemand heeft wel gezien. Lopen we naar de gevangenis? Is dat te doen? Is te doen, hoor. Oké, ik volg jou. Gebruikjes met... Gesloten wegens asbest. Oeh, dat is niet zo best. Nee. Oké. Ik volg jou. Netjes ook volg jou. Ja, leuk. Die wagen doet goed zijn best. Alleen hij komt niet zo vooruit. Ik ga ver lopen, Kevin. Ik heb niet goed geslapen, dus ik kan niet te ver lopen, hoor, Kevin. Maar we mogen wel eens een keer door Dukstad lopen. We zijn er bijna. Ja? Maar langs het vliegveld. Oh, het vliegveld. Kijk, dat is ook een bekende plek. Oh, wat is dit nou dan? Wat is dat? Oh, tijdelijk gesloten wegens verbouwing. Het hele vliegveld wordt verbouwd door Kevin. Ik zeg dat jij er verantwoordelijk bent, want jij bent verantwoordelijk voor Dukstad. Mm-hmm. Oké, dan geef ik jou de schuld dat het jouw verantwoording is dat jij
er vanaf weet. Ik weet er niks van, maar we gaan door. Hallo. Robin, ik heb een vraagje. En een heel mooi bord. Robin, ik heb een vraagje. Weet jij toevallig waar het politiebureau is? Want we zijn keihard op zoek. Maar ik denk dat je het aan deze meneer je moet vragen. Meneer? Ja, meneer. Een vraagje. Weet u waar het politiebureau is? Nou, ik denk zomaar achter me. Achter u? Kijk, nou wat. Dat ziet eruit als een politie... Oh, het staat hier op de... Waarom politie, zei dat niet? Kevin, waarom zei dat nou niet? Waarom zei dat niet? Ik zeg van, kijk, hier staat een heel mooi bord. Ga naar binnen hier. Hallo, info Bali. Politie Disneykraft. Bali. Politie en Pieter, wat heb jij gedaan? Ik moet iets aangeven. Ik wacht hier op mijn afspraak. Aangeven? Nou, je kan gewoon hier bij die kassa aangeven hoor, als je iets hebt. Toch? Ik moet wachten tot ik geholpen word. Ik zal vragen, houdt u van dingen aannemen? Want hij wil iets aangeven aan je. Goed, nou, succes Pieter. Wij gaan even verder kijken. Ja. Dat zo. Mag ik hier wel komen, Pieter? Want dit is natuurlijk wel voor politie, hè? Ik weet niet, je hebt het gevraagd aan die meneer. Nee, ik zal het even aangeven. meneer, mogen we eventjes kijken hier in het politiestation? Want het is net nieuw. Oh ja. Nou, voor jou dan maar. Oh, u heeft twee stemmen gekregen. Ja, dan gaan we naar binnen. We gaan eens naar binnen kijken. Geef niet. Het droogt wel weer op. Het is de open dag bij de politie. Alleen personeel. Oh, dat stond er net nog niet. Nou, oké. Okay. We gaan eens kijken. Lekker druk. Oh, waar moeten we in? Links rechts? Lekker knus. Ja, lekker knus. Oh, ja, ik weet niet waar ik naartoe mag. Wat is hier? Open is die deur. Zo. Wat is dit? Ik weet nog niet. Het is nog helemaal niet ingericht. Oh, dan komt dat het nieuw is. Ik snap het, mensen. Ik snap het. Dit is een lege kamer. Maar hier kan je wel naar boven. Ik ga even stiekem naar boven. Zo. Leuk politie. Je kan ook leuk door glas kijken. Leuk. Nou, een paar boeken staan hier. En wat is hier? Oh, dit is een bureautje. Wat grappig. Hier kan je dingen aangeven, geloof ik. Pieter. Echt? Ja? Ga naar boven. Ik kom. Ja, hier naar boven kan je dingen aangeven. Ja, loop maar. Ik even kijken vandoor. Zo. Even kijken. Wat hebben we hier? De cellencomplex. Daar ben ik wel benieuwd naar. Is dit ook extreem beveiligd? Ik ben benieuwd wie... Constantin, die kan hier mooi zitten, joh. Oh, joh. Dit is echt heel creepy. Cel 6. Kork waterstroom hier. Waarschijnlijk een gelekt kraantje of zo. Dit is echt heel creepy. Gaaf, joh. Nou, eigenlijk, je zit hier onder water. Oh, kijk nou. Vandaar. Zo, achter de schermen. Ja. Huppakee. Kijk. Ook achter de schermen, hè. Kijk. Oh, kijk nou, mooi. Heel mooi uitzicht op de bootjes. Prachtig, ja. Onder de boom. Onder de boot. Zo. Ja. Nou, dat is leuk. En nu gaan we natuurlijk naar de span toe, omdat we hadden afgesproken van we zouden bij de span verzamelen. En kijk wat een hoop mensen hier zijn. Dit is echt bizar. En iedereen zit daar op de auto. Jongens, geen geweld. Kom op. Hooligans. Echt hè? Zo iets zachter. Jongens, we zijn net bij de politie geweest. En dan moeten we... Dit kan je ook aangeven, toch? Pieter, ik heb nog een job voor je. Dit kan je aangeven, ja. Wat een... Jongens, hallo? Hallo, wil je daarmee stoppen? Hier zo? Hé? Hey? Hallo? Jongens, stop daar eens mee. Hé, hey, die deur hoeft niet kapot, hè? Hé? Hey. Hallo? Die deur hoeft niet hallo? Kapot, hè? Nee, pas erop. Nee. Hé. Hey. Foei, afblijven die deur. We gaan eens kijken. Wie hebben er allemaal een leuke kerstskin? Ik ga eens kijken. Nou, deze heeft nog steeds de Liftboy. Nick heeft nog steeds de apenskin. En even kijken. Nou, Donald Duck hier. Mickey Mouse. Ook heel leuk. Oh, ik zie hier een varken in een kerstpak. Ja. Leuke skin. Maar, ik kan niet zeggen dat je varkentjes eet met kerst. Want je eet juist kalkoen, hè? Dus dat klopt. Maar het zou leuk zijn als er een kalkoen was. Een kalkoenskin. Kalkoen eet je toch met Thanksgiving? Kijk, dit is een leuke skin. Wij eten ook kalkoen met kerst. Oké. Okay. Of praat ik nou iets raars? Is dat raar? Nee, normaal. Dat is normaal, ja. Oh ja, dan ben ik raar, maar dat wisten we allemaal. Oh, serieus, kijk, er is een Mickey Mouse en die staat serieus naast de Mickey Mouse. Maar dit is zeg maar de nep Mickey Mouse. Jij bent een neppert. Hij is de echte. Ja, zie je? Want Mickey Mouse draagt nooit een blauw pak. Oh. Oh nee, oh die muziek. Oh, verschrikkelijk. Ga weg. Oh, verschrikkelijk. Ik zet gelijk uit. Nee, ik weet niet of het copyright is, hè, voor YouTube. Anders gaat YouTube van, dat mag niet. Dus ik heb het even uitgezet, zo.
En even kijken. Nee hoor, boy... het gaat nog steeds door. Och. Ik heb het niet, ik heb het uitgezet bij mij. Kijk, de boy Justin, die heeft ook een beetje een skin, een beetje een... Ja, die heeft wel een kerstmuts op, zie je het? Moet even omhoog vliegen, anders gaan mensen in me staan. DJ Durky kan niet echt zien of die een skin heb. En Milan, die heeft een beetje oorwarmers op of het is een headset. Nou, van jullie weten we het wel, jullie zijn helemaal in de mood. Oh, sorry. Oké, dat is hier een Star Wars-achtig iets. Ik zie hier een hele... Ik zie hier, oh, de politie is al ter plaatse hier. Ja, natuurlijk. Ja, die is natuurlijk gelijk aan het omsingelen wat er aan de hand is. Mickey Boy, die heeft ook natuurlijk een hele originele leuke skin. Ik zal er eens naast gaan staan. Zoek de verschillen. Zoek de verschillen. Dan zal ik het doen, ik kan het niet laten. En Gap heeft ook een leuke skin. Ja, zeker, ja, maar zeker weten. Dat is... Die was er vroeg bij hoor, want dat waren toch wel een van de eerste mensen die hun kerstskin ja, hadden gedaan. Ja, dat dacht ik ook. Maar ja. Ik vind dan van Liv Boy Nick vind ik leuk dat hij echt nog wel een beetje in de Zwarte Pieten, in de Sinterklaas sfeer is gekomen. Ja, kijk, hier is er ook nog een Zwarte Piet. Waar zo? Hier, wacht. Ik probeer even hem te zoeken, ik probeer... Oh ja, Kasper. Zoek hem. Hier. Ik zoek hem. Achter de politieauto bijna. Ik ga hem zoeken. Hier, nee, andere kant. Ontspaan. warm, heet. Daar, op de limousine, op de auto. Ik vlieg boven. Ja! Oh, kijk nou. Laat zien. Moest hij nu stilstaan? Ja, is die nou? Ja, als hij nou stilstaat. Ja, hier, ga stil. Ik wil je voorkant zien. Zo, was dat zo moeilijk, Kasper? Die zwaait naar een goed zo. Kom op de auto. Oh, die heeft een leuke skin, hoor. Ja, wij zijn niet zo met het Zwarte Pieter gezeur bezig, want ik noem het gezeur, maar... Ja, ik ken die jongen hier ook, die banaan. Oh, die banaan, die is ook leuk. Oh, dat is de een leuke beste skin. Ja. Oh, die is ook leuk, hè? Leuke skin. Ik vind hem origineel ook wel, maar ja, ik ken hem wel, maar je ziet niet zoveel mensen met zo'n skin. Ziet er echt heel leuk uit. Ja, ik vind dat echt wel grappig. Grappig, ja. Die oogjes. Nou mensen, ik hoop dat jullie een leuke Disneycraft aflevering vonden. Lekkere lange, dat is ook wel weer leuk natuurlijk. Lekker oldschool. En willen jullie meer, vergeet niet een like te geven en abonneren in het midden van het kanaal. En ik vond wel even naar Irma kijken op uiteindelijk. Want misschien heeft Irma iets gemaakt, hè? Irma dacht al, kom je nog naar mij toe? Ja, nee, ik dacht al. Irma, ze was verdacht stil. Ben je, ben je op die plek, Irma? Ik ben op die plek. Kijk, oké, ik ga me omdraaien. Tellen jullie af? Oh nee. 3, 2. 1 en outro! Nee. Wauw! Gefeliciteerd! Meer dan de volgende aflevering! Irma, dat heb je mooi gedaan, die boom hier. Prachtig! Dankjewel! Mooie knoepen. Oh, het is een Olaf! Hij is zo lief! Schattig! Superleuk! Ook met dat haar ook, hij heeft zo van die takjes, hè? En dat neusje! Superleuk! Ja, tof! Nee, superleuk! Echt tof gedaan! Mooi! Dankjewel. Mensen, geef vooral een like voor Irma's creatie. En abonneren kan, hè. Doei, doei. 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 Yes. Doei.